In een wijk in Amsterdam gaan mensen, bedrijven, de pijp uit. 125 jaar. Dat is de vierde generatie eigenlijk. De zaak gaat dicht de 83 jaar. Hoe lang heb je hier nou gezeten? 30 jaar bijna. We zitten hier nog 10 dagen en dan zijn wij weg. De pijp uit. De pijp uit. Deze buurt zal over weinig jaren totaal verkrotten. Zoals u misschien weet is de pijp heel erg gegentrificeerd. Ja, het betekent letterlijk eigenlijk de veradelijking van de wijk. En iedereen zei van, ja, je bent gek dat je in zo'n achterbuurt gaat wonen. Na een half jaar was ik het spuugzat, al het stof en geluid en trillingen en scheuren in de muur. Scheuren. Maar ja, we gaan weg. Weer wat historie, weg uit de pijp. Ik vind dit echt een zware dobber voor de pijp. Serieus, voor Amsterdam. Nee, de pijpen, daar ga ik nog niet. Je hoeft niet meer naar Amsterdam. Het staat toch al op Instagram. Oude potjes moet je niet breken. Er is veel te veel veranderd, tot mijn spijt. Binnenkort in de bioscoop.